Kijk, en weet je wat het is? Daar zit uiteindelijk, die vraag heeft iedereen. Gaat die huizenmarkt nou nog instorten? Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over de huizenmarkt. Want de woningmarkt in Nederland had al een probleem. Dat probleem was al groot. Maar dat probleem wordt alleen maar groter. We gaan het ook even hebben over de beslissingen die de Tweede Kamer daarin wil nemen. Want er zitten verkiezingen aan te komen. Er worden weer hele mooie dingen beloofd. Zijn die dingen voldoende? Doen die dingen er toe dat er daadwerkelijk daardoor dingen gaan veranderen? Ja. We gaan daar eventjes doorheen. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die op dit moment spelen. We hebben te maken met rentes die hoger oplopen. We hebben te maken met nieuwbouwwoningen die gewoon niet verkocht worden. We hebben te maken met heel veel mensen die nog steeds een huis zoeken, maar het niet kunnen betalen. Ja. Dat is gewoon wel echt een serieus probleem. Ja, het probleem is ook gewoon waarom wij hier toch wel regelmatig een video over maken. Is dat ten eerste wonen is een eerste levensbehoefte. Je hebt een dak boven je hoofd nodig. En je ziet gewoon dat tegenwoordig jongeren blijven maar langer bij hun ouders wonen. Niet omdat ze het willen, maar omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dat is het probleem gewoon. En je ziet nu gewoon dat een voortdurend probleem is. En dat komt overal, ook bij de politieke partijen, staat het ook overal in de agenda. En je ziet continu de nieuwsberichten opduiken. Maar direct heeft het op de mensen invloed, omdat het heeft te maken met, het is die behoefte, maar die behoefte moet betaald worden. Ja. En de huizenprijzen schieten omhoog, zijn omhoog geschoten de afgelopen jaren. De huurprijzen schieten nu omhoog. Mensen zitten klem. Want je hebt aan de andere kant ook nog inflatie. Nou, de lonen zijn een klein beetje mondjesmaat gestegen. Maar hoe ga je dat in godsnaam betalen? Ja, en mensen die huren voor een godsvermogen, die zeggen ik wil graag kopen, maar ik krijg geen lening. Nee. Weet je, er zitten zoveel dingen die problemen opleveren op dit moment. We gaan gewoon even wat feitjes erbij halen. Dit zijn de meest recente cijfers, dus van het derde kwartaal van 2023. En daar zie je dat er op sommige plekken wel stijging is geweest van de verkoopprijs. Dus dat zijn de blauwe gebieden. Maar je ziet vooral in de Randstad dat de prijzen een klein beetje gedaald zijn zelfs. Dat zijn denk ik ook wel de gebieden waar het harder gestegen is en misschien iets overpriced was. Het was overfit bijvoorbeeld. Maar wat je wel vooral ziet is dat het aantal verkopen dat zich een beetje stabiliseert. Het probleem is dus gewoon, het staat op een laag pitje. De vraag naar woningen die is gigantisch groot. Er zijn 850.000 woningzoekenden. En dat zijn niet de mensen die willen verhuizen. Nee, dat zijn eigenlijk de mensen die hebben een woning nodig gewoon. Maar laat het even op je inwerken. 850.000 in ons kleine Nederlandje, die woningen zoeken. Ja. Dat is veel. Ja, die hebben direct een woning nodig. En het probleem is dus gewoon, de Nederlandse huizenmarkt, zelfs als je dat vergelijkt binnen het Westen, binnen Europa, springt die er echt tussenuit. En daarom zie je bij ons altijd die hele grote uitslagen. Wij leven gewoon met heel veel mensen op een beperkt aantal vierkante meters. En de vierkante meters die er dan beschikbaar zijn, dan zeggen we ook niet, bouw dan maar, want we hebben zoveel mensen die huis nodig hebben. Nee, daar gaan we dan ook nog moeilijk over doen. Maar zelfs als je zou gaan bouwen, zelfs als je zou gaan beginnen, je hoeft hier geen raketgeleerde voor te zijn om te begrijpen dat je 850.000 zoekenden niet in een poep en een scheet aan een woning helpt. Nee. 850.000 mensen. Je zegt niet in een jaar, er gebeuren allemaal dingen. Kijk, de rente stijgt bijvoorbeeld. En als de rente stijgt, dan weet je dat de huizenprijs iets afkoelt. Maar dat er ook minder snel mensen geneigd zijn om een andere woning te kopen. Omdat het gewoon letterlijk duurder wordt om die hypotheek te financieren. Dat huis te financieren. Dat huis moet betaald worden. Ja, als jij steeds bemerkt dat het steeds duurder wordt, dan denk je, ik wacht wel af totdat het misschien weer een klein beetje gaat stijgen. Dus daarmee rem je het al af. Waarmee je het ook afremt is door middel van bouwregels, dus stikstofregels. Maar ook onlangs heb je het minder interessant gemaakt voor beleggers om huizen aan te houden. Die gaan nu zelfs wat huizen verkopen, wat het makkelijker maakt wel voor de starters, heel kort. Maar wat weer de huurmarkt onder druk zet. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met Hugo de Jonge, die hebben al die regels aangepast. En je ziet gewoon dat daardoor nu ook de huurprijzen omhoog zitten. Maar hebben ze zichzelf dan niet in zo'n puzzel in de nesten gewerkt, dat aan de ene kant zeggen ze, dit moet er gebeuren. Ja, maar ho, dat kan niet. Ja, maar dan doen we dit. Ja, maar dat mag niet. Ja. Ja, maar dan doen we dit. Ja, maar als we dit doen, dan kunnen we dit niet doen. Dus elke keer is er een nee tegenover een idee.
We moeten het zo gaan doen. Ja, maar dat kan niet. Maar dan doen we het zo. Ja, maar dat mag niet. Nee, maar ik denk dat de prijs in de basis is aangezwengeld door vraag en aanbod. En dat die verhouding was een klein beetje uit balans. Dus er was gewoon een gigantische vraag, was er altijd al in Nederland. En het aanbod was beperkt. Ja. Toen is de Tweede Kamer zich ermee gaan bemoeien. En vanaf het punt dat zij zich zijn gaan bemoeien met die markt, is het alleen maar slechter gegaan. Is het op alle vlakken alleen maar slechter gegaan. Ja. En dan, ik snap dat ze zeggen, door stikstof kunnen we niet bouwen. Maar daardoor zit je nu met een gigantisch probleem. Dan gaan ze nu ook de huurmarkt aanpakken. En de problemen worden daardoor alleen maar groter. En daarmee gaan we weer terug. Want dit is allemaal leuk. En dit is informatie die lees je iedere dag. Maar wat betekent dat nou voor jou en ik? Want wij zijn een kanaal wat zich focust op de centjes. Ja. We proberen centjes te verdienen. Maar aan de andere kant ook centjes uitgeven. En hoe je met je vermogen om moet gaan. Dat is belangrijk. Dat is waar Dope Cash voor staat. Uiteindelijk, wat betekent het voor de mensen? Ik heb even de partijenprogramma's hier een nieuwsberichtje erbij gepakt. Wat al die partijen willen met de aankomende periode dat ze in het kabinet willen gaan zitten. En die plannen, ze willen allemaal woningen bouwen. De VVD zegt 100.000 nieuwe woningen gaan we bouwen. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, die zegt minstens 350.000 woningen. Jij zegt 350.000 woningen willen ze gaan bouwen. Ja. Dan kom ik weer terug op waar we het net even over hadden. Er zijn er 850.000 die een woning zoeken. Ja. En dan kun je toch 500.000 tentjes nog neerzetten. Ja, maar even serieus. Dit geeft wel aan. We willen 350.000 nieuwe woningen bouwen tot 2031. Ja. Dat is natuurlijk wel een tijdsbestek van meerdere jaren. Ja. Het is niet eens in één jaar, dat kan ook niet. Nee. Maar dan heb je dus in 2031 heb je 350.000 nieuwe woningen staan. Ja. Als dit lukt. Maar die 850.000 gaat niet minder worden. Die loopt op. Dan heb je nog steeds minstens een tekort van 500.000. Maar er worden nog steeds meerdere jongeren, 18 en weet ik wat, elk jaar. En die willen allemaal het huis uit. Dus dit cijfertje loopt op. Ja. Dus dan kan je in 2031 zoveel woningen hebben. Maar dat cijfer staat niet stil. Nee, maar kijk, daarmee, dit kunnen wij dus vertalen naar de prijs. Dus heel veel mensen, dat is waar we mee zijn geopend. Gaat die huizenmarkt instorten? Nee, die gaat helemaal niet instorten. Want de vraag is altijd aanwezig. Ook nu komen er gewoon woningen op de markt. En de hypotheekrente is wel hoog, maar de woningen worden nog steeds heel snel verkocht. Omdat die vraag oneindig groot is. En dat is vooral in de wat lagere prijsklasses. Die huizen staan gewoon nog steeds niet lang te koop. Die worden gelijk opgekocht. Maar hoe zou dat dan gaan met duurdere woningen? Zou er op een gegeven moment, omdat daar dus een premium op zit, omdat het te duur is, zouden daar dan wel iets van... Ja, wat is het? Kortingen of weet ik. Hoe kan dat? Die nieuwbouwwoningen blijven nu allemaal staan. Die worden niet verkocht. Er wordt nog steeds overgeboden. Zelfs nog in de huidige markt. Ja. Dus we hebben een kleine terugtest gezien vanaf die gekte. Maar de huizenmarkt is net iets anders als elke andere markt. En dat komt gewoon omdat aan de onderzijde is die vraag-aanbod is helemaal verstoord. En daarmee zal Nederland altijd een unieke positie houden. Zolang die vraag niet verdwijnt en het aanbod beperkt is, kan de prijs alleen maar omhoog. Dat is marktwerking. Nou, en als je naar die cijfers kijkt, dan kan die vraag niet zomaar verdwijnen. Maar, en je zegt dat aanbod is beperkt en zelfs het aanbod wat er is... wordt minder gebouwd zelfs. Nee, maar het aanbod is misschien niet eens zozeer beperkt, want er zijn heel veel nieuwbouwwoningen die mensen niet kunnen betalen. Maar het aanbod wat ze kunnen betalen is dus beperkt. Ja. Dat is ook natuurlijk een ding. Ja, en dat zal altijd doorstroom zijn. Ja, en er zijn andere partijen, PvdA, GroenLinks, die denkt dat ze ermee vanaf komen om grotere huizen op te gaan splitsen. Ja, daar kan jij niet met 800, daar kom je niet aan 850.000 woningen. Dus... Nee, maar wat moet je dan doen? Moet je met een stapelbedje bij elkaar, weet je, dat slaat ook nergens op. Ja. Ik denk dat dit, hier hebben we het allemaal over gehad. Ik denk dat dit ongetwijfeld een woordvervolgd video wordt. We gaan hier over een half jaar weer op terugblikken en kijken hoe het er dan voor staat. Maar inderdaad, als er verkiezingen zijn geweest, kijken wat de daadwerkelijke plannen zijn en hoe ze die willen gaan realiseren. Ja, ik denk persoonlijk dat de long-term mix gaat veranderen. Ik denk dat het aanbod misschien mondjesmaat zal gaan toenemen. Mag ik hopen. Ik denk dat de vraag even groot blijft. En ik denk dat het voor heel veel starters nog steeds heel moeilijk is om de woningmarkt te betreden. En dat gaat niet zo 1, 2, 3 veranderen. Goed, hoe denk je zelf over deze hele situatie? Het is natuurlijk een situatie waar iedereen mee te maken heeft. Of je nou een huis hebt, of je nou op zoek bent naar een ander huis, of je nou 18 bent het huis uit wil. Iedereen zit in de situatie dat hij of te maken heeft met een hoge rente, of te maken heeft met het weg willen bij je ouders en het niet voor elkaar kunnen krijgen. Laat even een reactie achter hoe jouw situatie eruit ziet en wat jij vindt van deze situatie.
Onderaan deze video komen ook alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je alle informatie over traden en investeren. En voor nu zeg ik, vergeet niet even op de duim te smashen en te abonneren op dit kanaal. Dan zien we jullie graag bij een volgende video. Later.